Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. De Dutch Caribbean Nature Alliance maakt zich grote zorgen dat er geen aandacht is voor natuurbehoud en klimaatveranderingen als onderdeel van discussie binnen het Koninkrijk der Nederlanden van het herstel van COVID-19-pandemie voor het eiland Aruba, Curaçao en Sint Maarten. We spreken met Tatsio Pervoets. As the whole world knows, we're in the middle of a global pandemic. Of course, the result of the pandemic was that we had to shut down our economies for all six islands in the Dutch Caribbean. There are some significant, political and economic repercussions associated with shutting down the economies. And then we have taken note of the discussions that were held, that are being held over the past few months, actually, about giving support to the economy and to becoming more self-reliant, etc., coming out of the pandemic for the three islands, Aruba, Curaçao, and St. Martin. But our concern is that there's very little direct attention given to ensuring that we also have a sustainable economy coming out of the pandemic. So not only in terms of, yes, tourism, and we need to put more focus on sustainable tourism, but also conservation of nature, ensuring that nature conservation is high on the agenda, that nature conservation is receiving the support that it needs. So we also wanted to urge the kingdom government, so the Dutch government, but also the governments of the three islands, to also put nature conservation high on the agenda in terms of, our exit out of the effects of the pandemic. I mean, to be honest, I mean, we're small islands. I'm from St. Martin, and I realize the need to ensure that our economies are strong and stable. And unfortunately, or fortunately, depending on the stance that you take, tourism is the number one industry on our islands. That does not mean to say that we have to go into the direction of mass tourism, for example, cruise ships, hundreds of thousands of people, damaging the environment, but that we can also explore ways in which to make tourism sustainable. Higher end tourism, more stayover tourism, ensuring that tourists pay their nature fees, for example, that they contribute to not only nature but also to society in general, so that the income that is generated from the tourism industry is spread out into the society, both in terms of nature conservation, but also in terms of, society supporting social programs, for example. So, yeah. Well, in terms of the nature conservation organizations that we have in our network as DCNA, we would like to see extra efforts or focus placed on St. Martin. St. Martin had a very tough time with the pandemic, 15 deaths. The cases are increasing now again. So the situation there is quite tense. So the organization, the Nature Foundation, based on St. Martin, that is there to ensure that nature is taken care of, should receive extra support or extra attention moving forward as we come out of the pandemic. But really, the same goes for ARICOC, Fundación Parque Nacional Aruba in Aruba, and also for Camabi in Curaçao. So, all of us need the tools necessary, both financial and capacity-wise, to be able to exit out of the pandemic. Vervolgens vertelt Tatsio Pervoets hoe het met de natuurconservatie van de drie Bes-eilanden gaat. When you look at all six of the islands, really, Bonaire is usually, Bonaire and its nature conservation organization, STINAPA, is seen as the sort of model for how to effectively do nature conservation management. So I think Bonaire is in pretty decent shape despite the challenges. Of course, we have no cruise tourists coming in yet, which goes a long way in ensuring that, we don't have that mass tourism. And then hopefully, as we kind of exit out of the pandemic, also based on some information that has been circulating into the community, we hope that, in the future, while Bonaire develops and as the master plan is being developed, etc., that we take into consideration issues related to it being a blue destination, sustainable development, and also nature conservation. So I think Bonaire is doing well, but of course we need to put, again, more emphasis on ensuring sustainable development as we, hopefully go into a new phase after, a global pandemic. For St. Eustatius, you guys have good news. You got some more people working there. Well, it's for all the northern islands, actually.
I mean, DCNA is based on Bonaire, so of course we have a closer direct working relationship with SINAPA, for example, but also with Karmabi and with FBNI in Aruba. And, you know, we found it quite difficult to give that same level of support or that same level of capacity support to the Northern Islands. So it was decided that, you know, after we had a new hire here at DCNA for our projects officer, Ms. Dahlia Hassel, that we would then take steps to place Ms. Hassel as the representative for DCNA in the Northern Islands so that she can, you know, help facilitate communication, project management for St. Martin, Saba and Statia. So now she's based on Saba with the understanding that she will be traveling quite frequently between the islands to, you know, give more support to St. Martin, Saba and Statia in the Northern Caribbean. About the nature of Saba and Statia, is it the same situation as Bonaire? Yeah, same situation as Bonaire. I mean, of course, each island is unique. Saba, you know, is quite small, also quite small landmass to protect, but they also have the Saba Bank, for example, which is a huge area of water that needs to be managed. And Statia, likewise, they have the Statia Marine Park, and then also the Terrestrial Park. So for the smaller islands, it's a little bit easier to do conservation and conservation management. Saba and Statia, just like Bonaire, also receive direct support from the Dutch government, whereas, you know, Curaçao, Aruba and St. Martin, they have to fulfill conditions and go into negotiations, and they also have their own responsibilities based on their own, you know, constitutional structure. So we are really in the position to try to urge all governments to put nature really on the forefront, you know, to ensure that, you know, if something like this happens again, we're more resilient to bounce back from an event such as this. You guys haven't think about on putting Aruba, St. Martin and Curaçao in a kind of organization the same as Bonaire, so the Dutch government can take care directly from the nature of those three islands? Well, those are discussions that we're also having to see if there's a way, perhaps through DCNA, that we can facilitate financial support directly from the Dutch government. But yeah, I mean, with everything these days in you know, #2020, there's a lot of uncertainty, there's a lot of unknowns. For example, now as we speak, Saba, Statia and St. Martin are feeling the impacts of a storm. So, I mean, all of these things need to be taken into consideration when we have those discussions. But, you know, we remain hopeful, and DCNA is really there to give the support, whether it's capacity or financial, to the parks that need it. Directeur ad interim van directie RNO Etienne van der Horst stopt per 1 augustus en keert terug naar Curaçao, waar hij een nieuwe uitdaging aangaat. Arthur Sili tijdens een perscommuniqué vraagt waarom de contract van de directeur niet verlengd wordt. Er is een nieuwe directeur, de oude directeur gaat weg. En ik heb een stukje gelezen van alleen maar wat die man heeft gedaan, alleen maar mooie dingen. En ik kan me niet voorstellen dat er alleen maar mooie dingen hebben plaatsgevonden. Terwijl we allemaal weten hoe men hier op Bonaire denkt over hele RNO vooral als het gaat om uitgifte van terreinen. En we hebben ook in het verleden gezien dat er mensen zijn op non-actief geplaatst, zijn mensen weer aan het werk gezet. Er zijn mensen die hebben een ontslag gekregen. Er is onderzoek geweest binnen RNO. Dus er zijn veel dingen die een rol spelen wanneer we nadenken over het hele functioneren van RNO. Daarom heb ik gezegd van kijk, als er een nieuwe directeur komt, dan zou hij zich op de hoogte moeten stellen van de geschiedenis van RNO. En gewoon kijken van wat ga ik doen om het vertrouwen van de bevolking weer te winnen. En juist het idee dat onder het volk leeft, van dat ding deugt niet, de mensen zijn corrupt en weet ik het allemaal. Hoe gaat hij dat doen? Daarbij heeft hij een mandaat gekregen, of al die directeuren hebben een mandaat gekregen om zelf over bepaalde zaken te beslissen. Tot op een zekere hoogte qua bedrag. Als het gaat om $50.000, dan kunnen ze zelf daarover beslissen. En dus hij heeft een bepaalde macht gekregen. En ik heb hem eigenlijk tussen de regels doorgewaarschuwd van ga die macht niet misbruiken. En let goed op jouw ambtenaren,
let goed op hoe de lijnen lopen van ambtenaren naar de gedeputeerden. Hoe je omgaat met je mededirecteuren en hoe je gaat met wat onder de bevolking leeft. En ik heb hem ook als ex-onderwijzer, als ex-docent heb ik gezegd van kijk, je moet een vergadering houden met je ambtenaren en tegen die gasten zeggen van vanaf vandaag ben ik hier de baas. En ik wil niet hebben dat mensen achter mijn rug om met de gedeputeerden gaan praten en de dingen gaan zo. Bepaalde opdrachten moeten op tijd uitgevoerd worden. En hij zal merken dat in zo'n vergadering niemand gaat wat zeggen. Maar achter zijn rug om zullen ze toch tegen de gedeputeerde zeggen van dit en dat en dat en dat en dat. Want de gedeputeerde heeft ook binnen elk departement mensen die hem op de hoogte brengen van wat daar allemaal te koop is. Dus, en dan moet hij erachter zien te komen wie die dwarsligger zijn. En ik heb hem gezegd, dan moet je ze meteen elimineren. Niet leuk zijn en weet ik het allemaal en grappig en onmenselijk of je bent tegen mij. Maar gewoon elimineren en laat die mensen naar de gedeputeerde gaan of laat de vakbonden een zaak beginnen. En zo verdien je meer respect en je moet ook zorgen wie de informele leiders zijn binnen zo'n departement. En dan moet je mee samenwerken en zeggen van kijk, zo gaan we het samen doen. Dus hij is gemandateerd om bepaalde dingen te doen, maar hij moet ook de verantwoordelijkheid dragen om het werk goed te laten, doen. Gedeputeerde James Kroon vertelt verschillende keer dat hij niet op de hoogte is wat in de directie RNO gebeurt. Volgens Arthur Cilly kan dit gevolgen zijn voor een probleem in de coalitie. En ik hoop dat hij ook in de samenleving contacten legt met mensen die niet partijgebonden zijn of niet geaffilieerd zijn aan een politieke partij. Of mensen die gewoon deskundig zijn op het gebied van, laten we zeggen, van het leiden van een departement. En wat die oude directeur, dan moeten we nagaan, hoe heeft hij van het hele bestuursakkoord, wat is tot stand gebracht? Wat zijn taken waren omschreven in het bestuursakkoord? Maar dat horen wij niet. Gedeputeerde James Kroon heeft meerdere malen gezegd dat hij niet eens weet hoe de gang van zaken zijn. Of dingen die gebeuren die hij niet eens weet in de RNO. Hoe kan dit? Wat gebeurt er hier? Nou, het kan misschien kloppen. Het kan misschien een politieke zet zijn van gedeputeerde Kroon. Wij weten niet precies wat hij daarmee bedoelt. Het kan waar zijn. Maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat hij niet op de hoogte is. Want ik heb al naar voren gebracht, er zijn ambtenaren die hem wel op de hoogte brengen. En wat brengen ze hem op de hoogte? Wat weet hij wat wij niet weten en wat hij niet wil zeggen wat hij weet? En ik denk zeker dat er dat één, het klopt wat hij zegt. Dat er dingen plaatsvinden op grond van de mandatering aan de directeur. Dat er bepaalde dingen plaatsvinden. Dat hij daar niet helemaal op de hoogte is. Of dat hij achteraf op de hoogte wordt gesteld. Maar misschien is het ook een kwestie van het botert niet goed binnen de coalitie. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza nos TV a word onda kubota. Download nos app, sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión ang Bibu completamente gratis. Haya notificación di boletín ang special y queda al tanto di todo lo que ta pasa. Paso kos kuta di nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Turina tem um sonho, of mais, pero quando está com a pessoa a que está trabalhando e como nós podemos ajudar para realizar isso aqui, não? Sonho está dando um contexto. Sonho
Ya razón, 6 horas de la tarde y repetición ya viene después de huelga de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Adriano Pagano en zijn 2 zonen hebben 2 dagen op het strand van Teiamo Beach bierdoppen lopen recyclen en gaven deze aan Stinapa. Vervolgens heeft Danique Sveers het initiatief genomen om er een kunstwerk van te maken. So, I think a week ago or so, a little bit more, I came across a post from Stinapa on Facebook. And there was a man, Adriano is his name. And his 2 sons had spent, I believe, 2 whole days at Teiamo Beach collecting all of the glass bottle caps. And in total they found 2,006 caps. And they donated them to Stinapa in a box. And Stinapa thought it would be a good idea if they could find someone creative to turn it into some piece of art. And I saw it and I liked the idea. I'm a creative person. So I sent them a message and said I would like to take it on as a challenge and turn those caps into something nice. And what do you plan on making out of these caps? Do you have any ideas? Yeah, I've got a couple ideas. I'm leaning towards some kind of mosaic, but what I need to do now is go through all of the caps and sort them out and see what kind of colors I have to work with. For example, I can imagine there are a lot of Amstel Bright caps. Those are white, I believe, white and red. And then you have Polar is blue and Heineken is green. And if I see what colors I have to work with, then I can decide a little bit more towards which direction I want to go with the mosaic. But for sure, it's going to be something inspired by the ocean and the nature here in Bonaire. And once is this finished, where can the public can see it? Yeah, so I told Stinapa that I would definitely show them the finished project because that's what it's all about. And I'm not sure exactly yet what I will do with it, but I will definitely be sharing it with Stinapa first and foremost. And is this something you do in your personal time, or is it something that you draw inspiration every now and then? It's something I like to do quite frequently. I spend a lot of time working with other recycled items like recycled wood or driftwood, bottle caps, all kinds of things actually. I really like to turn it into something beautiful again, and I hope to be able to share that more with people. Right now I just do it in my free time, but I would like to do it more often. Boekie die pret, een groot hit, gebleken dat kinderen tijdens de zomervakantie meer lokale activiteiten erbij kregen. Marga Buijs, coördinator van Boekie die pret, vertelt hoe de vakantieplan is verlopen. Ja, we zijn druk bezig. We zijn hier bij Hockey. Omdat Boekie die pret dit jaar heel erg veel kinderen zich hadden aangemeld voor activiteiten, staat heel veel dingen snel vol en daarom hebben we wat extra dingen georganiseerd. Dus op Facebook en op onze website zijn extra activiteiten te zien, zoals nu hockey vandaag. Maar ook bijvoorbeeld donderdag tafeltennis, apenkooien, dat is in een gymzaal tikkertje spelen. Van allerlei extra activiteiten die we organiseren. Hoe is het idee ontstaan om hockey te kunnen organiseren voor dit Boekie die pret? We wisten dat er op het Bonaire hockey spullen waren, maar geen club meer omdat de trainer er niet meer was. En we konden de spullen lenen en we konden een veld huren hier op Terrecora. En toen hebben we gevraagd of er wat mensen zijn die wilden helpen, die iets met hockey kunnen. En hier doen we een soort vijfkamp. Dus we doen 5 verschillende spelletjes met hockey. Een parcoursje lopen, proberen punten te scoren. Op een doel, een echte de keeper met zo'n mooi pak aan, proberen te scoren. Zo dicht mogelijk bij een kokosnoot de bal zien te tikken. Dus van allerlei spelletjes om gewoon leuk de kinderen bezig te houden vanochtend. Ik heb gezien dat tijdens de inschrijving dat er veel ouders met hun kinderen zijn hier gekomen. Hebben jullie een maximaal
capaciteit of gewoon iedereen is gewoon van welkom? Ja, we hadden twee groepen en daar waren 25 plekken per groep ongeveer, of 30 zoiets. Dus we hadden heel veel plek en we zijn denk ik in totaal zo'n 35 kinderen gekomen vanochtend. Het was natuurlijk een beetje aan het regenen, dus misschien dat wat mensen toch thuis zijn gebleven. Maar nu kunnen ze zien wat ze gemist hebben als ze niet zijn gekomen. En dit jaar is een bijzonder jaar voor Boek die Pret. Voor meer extra activiteiten kunnen de ouders via Facebook gaan kijken om meer informatie te kunnen krijgen. Klopt, want in de boekjes staan natuurlijk ook allerlei activiteiten. Maar we hebben iets van 14, 15 extra activiteiten georganiseerd. En er komen nog meer aan. En dat gaat allemaal via Facebook. Dus volg onze Facebookpagina van Boekie die Pret. Dan kan je ook zien of er nog last minutes vrijkomen. Sommige activiteiten zitten helemaal vol. Maar als iemand zich afmeldt, als die toch niet kan, dan zetten we op Facebook, er zijn nog twee plekken beschikbaar. En dan is het vaak binnen 10 minuten alweer vol. Dus wil je nog iets leuks doen? Nou ja, hou Facebook in de gaten. Pak het boekje er nog even bij. Want ook zonder reserveringen zijn heel veel activiteiten mogelijk. We hebben nog bijna 2 weken te gaan en er is nog echt van alles te doen. Dus ik hoop dat iedereen nog leuke dingen gaat doen. Bekende sporter Thurston Winkelaar opent zijn eigen gym als een jong entrepreneur. Ja, Thurston Winkelaar is een atleet, is een karate- en een boxatleet. Een Pan-Americano atleet. En ja, Thurston Challenge. Wat is Thurston Challenge? Thurston Challenge is meer voor fitness en gym en taibo en aerobics en alles. Dus ik doe meer van teambuilding en alles. Ik heb een nieuwe gym. Laatste 1 augustus ik heb de gym opengemaakt. Ik heb een kleine opening, een soft opening. Ik ben helemaal niet klaar voor, helemaal klaar met de gym. We zijn bezig nog. De idee van de gym was, ik heb gezegd, ik ben een atleet, een karate-atleet. En als ik ga buitenland voor vechten en alles zo, wij krijgen meer atleet. Dat voor je goede resultaat voor in de atleet. Dus een atleet gym. Je krijgt een coach en die aparte atleet. Dus een atleet voor een voorbeeld van voetbal of softball of zwemmen of noem maar op. Elke sport. Dus hier is de gym voor de atleet. Alles van mijzelf is een challenge. Gisteren is een dag, vandaag is een dag. Dus elke dag is een challenge voor mij. Dus that's it. Dat is een challenge voor mij, voor iedereen. Dezelfde regel dat iedere gym is maximum 10 personen in de gym per uur. Dus de gym is open. Je kan contact met mij houden op of bellen of appen 777-2016 of op Facebook Thurston Challenge of Instagram Thurston Challenge. Over ruim 2 maanden is het 10 jaar geleden dat Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland werd. Hoewel er tegenwoordig minder felle protesten zijn tegen de staatkundige veranderingen, staan er nog steeds borden langs de weg met leuzen als Stop Nederlandse Apartheid, Caribisch Netwerk. Kijk wat daar apartheid. Naar beneden wordt die apartheid. Vanaf 10-10-10 is Bonaire officieel een Nederlandse gemeente. Toch vind je op Bonaire nog steeds borden met teksten als Settlers Dutch Macambas Go Home, Bonaire Belongs to Bonaireans en Stop Dutch Apartheid. De borden zijn niet nieuw, maar hoe kijkt men hier vandaag de dag nog naar? En is men het hier nog mee eens? Als je de konten maakt, komen we naar Japan, zodat we naar Zuid-Afrika kijken, die bijna zijn. Eurlandes, dat maakt aan, dat zijn die pueblo. Y extranjero completo que decir, no es como boneriano, no puede salir más lugar más, pero extranjero, mayoría de los cabos. Ik ben hier vanaf 1962. Je hoort er nooit bij. Nunca te botabira un libnang. Saba, als ik daar ben, ben ik meteen een van hun. De mayoría compañía como mirada extranjero está trabajando. Más tanto que yo de tierra me es, ¿comprende? En de zaak in die abierko, ik cambio, ¿no? Met dat kerk ook, maar zo anders dan dat was zien. Maar staan op een oriaan, dat was dat eraan. En op Curaçao wonen we. Merk je hier dat het meer Nederlandse invloed heeft? Ja. Je ziet veel meer mensen Nederlands praten. Ja, en ook in Curaçao is alles veel meer cultureel. Bijvoorbeeld als je hier over de kade loopt, dan is alles heel netjes en zo. En in Curaçao zijn allemaal kraampjes en al die dingen. Heel veel boten aan de zijkant. Ja, en dat zwervers en zo. Niet, ja, heel veel, ook heel veel honden, weet je wel, zwerfhonden, die zie ik bijna niet hier. Nos, bij berg, dies. Loba bolisco, iba binko, e structura aki? Es un coactin actualmente? No. No. Kiko lobo ke, ewer?
A mí lo que para te costaba ta manera tata antes. Manera tata como normal. Nada de discriminación, nada que sea. Een klokkenluider wil dat de Nederlandse regering wordt onderzocht en het beschuldigen van het negeren van zijn pogingen om nucleaire spionage aan de kaak te stellen. Frits Veerman werd gestraft voor het inleveren van zijn collega die begin jaren 70 geheime inlichtingen aan Pakistan verkocht. Zijn collega bouwde uiteindelijk de atoombom van Pakistan en verkocht de technologie aan andere landen. Al Jazeera Nieuws. 45 years after technician Frits Veerman lost his job, was kidnapped and intimidated for speaking out about a nuclear scandal involving companies like Urenco, he is vowing to continue his fight for justice. The so-called whistleblowers being supported by a decision of the Dutch House of Whistleblowers. This new whistleblower authority says Veerman's treatment was wrong and his warnings about the Pakistani spy Abdul Khan were valid. Het is heel belangrijk voor de samenleving. It is very important for society to know what happened in the 1970s. The Dutch state has violated the Non-Proliferation Treaty. They have jeopardized the lives of millions because Pakistan sold the information to China, North Korea and Iran. This is huge. In the early 1970s, Veerman worked together with Abdul Khan in a laboratory that designed a new technique to enrich uranium by using ultracentrifuges for Urenco. When Veerman visited Khan's house one day, he became suspicious. In his room, I saw drawings of the ultracentrifuge, secret drawings. For sure, that's not allowed. But when Veerman told his employer, Stork, he believed Khan was a spy, he was told to keep quiet. When he didn't, he was sacked and held in detention by Dutch justice officials. His name ended up on a Secret Service watch list, and Veerman says agents regularly intercepted him when he was traveling. It's very strange. A spy travels from Pakistan to the Netherlands to steal nuclear secrets and order equipment. The spy is not punished, but the man who reports him, the whistleblower, that's not how a democracy works. I want to know who gave the order for this. The MP has asked for an investigation by the institution that oversees Dutch secret services. Ruud Lubbers, the former Dutch prime minister who died, said that the CIA had asked the Netherlands to not arrest Khan so they could see what he was planning. In 1998, Khan became the so-called father of the nuclear bomb in Pakistan and continues to be treated as a hero in his homeland. Analysts doubt it will ever be known who was responsible or the truth revealed of what happened. It is a very complicated case with intelligence services involved from different countries even, you know. So a lot of information is lacking, so I wouldn't say we need court cases. We need apologies to Mr. Veerman. Services should be held accountable too. Of course, I think intelligence services should be held accountable. In a response to Al Jazeera's questions, the Dutch Interior Ministry said the role of the former government needs further investigation, but didn't provide details about when that will happen. 45 years later, the Dutch government and the companies involved have yet to explain why state secrets could be stolen so easily and why nobody has been held accountable for the major consequences this theft has had. In a statement, Urenco says that what happened to Veerman won't happen again and a whistleblower mechanism is now in place. But for Frits Veerman, this is not enough. He wants compensation and those involved to face justice. Step Vaassen, Al Jazeera, Almelo. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Erino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.